Hallo en wat's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber. Voor ik het ga hebben over de recensie van vandaag wil ik iedereen alvast een heel fijn heerlijk avondje voor Sinterklaas wensen. Ik vier het zelf vanavond niet, maar ga dat morgen doen met twee goede vriendinnen van me. Kijk daar heel erg naar uit. Ik hoop dat iedereen die hier naar kijkt zal genieten van de lekkernijen en alle presentjes die aan hem of haar worden gepresenteerd. De film waar ik het vandaag over ga hebben is gebaseerd op het verhaal van twee jonge Syrische vrouwen die in 2015 een land ontvlucht zijn van het regime van Assad om naar Europa te gaan en daar een nieuw leven op te bouwen. Die twee vrouwen heten Sarah en Yusra Mardini, waarvan Sarah later bekend is komen te staan als Olympisch deelnemster bij het zwemmen, deel uitmakend van het team van vluchtelingen dat dat jaar werd opgericht vanwege de gigantische vluchtelingenstroom uit een heleboel landen, met name Syrië. En ze heeft in 2020 ook meegedaan aan de Olympische Spelen, waarin ze helaas net wat minder ver kwam. Haar zusje Yusra helpt sinds het opbouwen van haar nieuwe leven in Duitsland andere vluchtelingen uit Syrië en omliggende landen die de Middellandse Zee oversteken naar het eiland Lesbos en geeft hen de nodige eerste humanitaire hulp. Helaas is er momenteel een rechtszaak tegen haar en een collega van haar gaande, omdat de regering van Griekenland tijdens haar werk op de kust van Lesbos hen allebei heeft beschuldigd van een rol spelen in de mensenhandel in plaats van het puur verlenen van humanitaire hulp. De rechtszaak tegen hen die is eind november in gang gezet. En als Yusra die zaak verliest, kan ze tot 25 jaar lang in de cel belanden. Ik weet dit allemaal pas sinds het kijken van deze film. Net als de film Never, Rarely, Sometimes, Always biedt het een behoorlijk breed perspectief op een onderwerp waar ik gewoon eerst vrij ver van afstond. Die film heet The Swimmers. Het onderwerp waar ik nu met een wat bredere en genuanceerdere blik tegenaan kijk is dat dus van de vluchtelingencrisis. Je leest erover in de kranten, je ziet de beelden op televisie, je ziet een dramatische afbeelding ervan in andere films. Maar dit is in mijn ogen echt de eerste speelfilm die een heel goed en accuraat en genuanceerd beeld geeft van hoe het is voor vluchtelingen om hun huis en haard te verlaten en de zeer gevaarlijke en moeilijke oversteek te maken naar Europa. En zelfs als ze daar aankomen is het voor hen alsnog heel erg moeilijk om een goed nieuw bestaan op te bouwen vanwege alle bureaucratische en legale hindernissen. Zo was het ook voor de zusjes Mardini en hun neef Nizar, met wie ze samen naar Duitsland zijn gereisd. Ze moesten bij het begin van die reis uit Syrië helaas hun ouders en jongere zusje achterlaten. Dat zou de reis ver gemakkelijken. En als ze eenmaal in Duitsland burgerschap hadden gekregen, dan konden ze via de asielprocedure ook asiel aanvragen voor hun ouders en zusje en die laten overkomen. Of ze dat gelukt is, wil ik niet verklappen. Dat wordt in de film zelf verder onthuld. Wat me vooral aantrok bij deze film was gewoon het onderwerp van de vluchtelingencrisis. Zo vaak komen er niet films lang over een vrij controversieel onderwerp. Vandaag de dag is er nog steeds heel veel weerzin en afkeer tegen vluchtelingen onder een deel van de Nederlandse bevolking. In sommige opzichten begrijpelijk en in sommige opzichten heel verwerpelijk van de haat en discriminatie waar al die vluchtelingen mee te maken krijgen. Om nog maar te zwijgen van de toestand in opvangcentra zoals Ter Apel, waar de toestand echt beroerd is en de regering al heel lang veel te weinig heeft gedaan. Ik ga er niet verder echt uitgebreid op in, maar gewoon de basisbehoeften van mensen die al zo lang op de vlucht zijn, die zouden vervuld moeten worden. En daar is ons land helaas hevig tekort geschoten. En via deze film krijg je echt gewoon een beetje een beter beeld wat de mensen die op de vlucht zijn geslagen allemaal hebben opgeofferd en moeten doorstaan
om hier te komen. En dan een veel minder dan warm welkom krijgen, wat ze absoluut niet hadden verwacht. Goed, dat was een redelijk lang intro. We gaan nu naar de categorieën van de zwimmers. Te starten bij het acteerwerk. De zusjes Mardini, Sarah en Yusra die worden gespeeld door twee actrices die in het echte leven ook de zussen zijn. Manal Issa en Nathalie Issa. Alleen Manal Issa die heeft wat meer acteerwerk op haar repertoire volgens IMDb. Ik ben verder absoluut niet bekend met haar achtergrond als actrice. Waar ik heel erg van onder de indruk was bij deze twee meisjes was hoe goed ze het voor elkaar kregen om die zusterlijke band tussen hen uit te spelen. En als ik erop terugkijk en zie dat ze in het echt ook zussen waren, dan is het natuurlijk klip en klaar waarom ze daar zo goed in zijn. Maar terwijl ik de film keek, was ik daar niet van op de hoogte. En natuurlijk, zeer ervaren actrices zijn het ook weer niet. Zelfs als je in het echte leven al familie bent, dan is het nog steeds een hele kunst om met een script te werken en bepaalde dramatische momenten als een ander type familie goed te kunnen uitbeelden. Maar deze zusjes Issa zijn hier allebei heel goed in geslaagd. De band tussen hen die voelde gewoon oprecht en speciaal op een manier die je als kijker niet volledig kunt begrijpen. Het was echt gewoon een diepere band tussen hen die gewoon privé aanvoelde. En dat is echt iets kenmerkends van familie, vind ik. En als die band tussen die twee zusjes niet overtuigend genoeg is, hoe ze samen door al die obstakels en al dat lijden onderweg heen gaan, als je niet voor hen voelt als zusjes samen, dan is de film gewoon niet geslaagd. Maar deze twee actrices hebben het onder begeleiding van een redelijk script en regie echt heel goed voor elkaar gekregen. Met name het karakter van Yusra Mardini, die torste het gewicht op haar schouders echt heel goed. Zij kreeg verreweg de meest dramatische momenten toebedeeld. Er zijn veel scènes waarin de camera puur op haar focust en ze alle informatie en pijn in haar eentje in afzondering moet verwerken, zonder de steun van haar zus direct. En Nathalie Issa, die grijpt je gewoon direct bij je hart als je ziet van hoe die pijn en dat verdriet en eenzaamheid van haar gezicht afstraalt. Manal Issa als Sarah, die is ook heel competent, maar de scènes die gewoon puur om haar draaien op zichzelf, die vond ik een stuk minder krachtig dan die van Nathalie Issa. Haar personage zit ook wel behoorlijk anders in elkaar. De zussen verschillen best wel qua karakter. Yusra Mardini is wat volgzamer, meer schuchter. En tegelijkertijd ook heel gedreven vanwege haar ambitie als zwemster. Ze is al van kinds af aan professioneel zwemster, opgeleid door haar eigen vader. En de reis naar Duitsland is niet alleen voor haar om een nieuw veilig bestaan op te bouwen, vrij van geweld, maar ook om haar droom en ambitie te verwezenlijken als Olympisch zwemster. Sarah Mardini staat heel anders in het leven. Zij is ook professioneel zwemster en daar heel goed in. Van jongs af aan opgeleid, net als haar zusje. Maar zij heeft beter door dat het vooral de ambitie is van haar vader die al die inspanningen drijft en niet per se haar eigen wens voor haar leven. En ze is daarnaast ook wat extraverter en baldadiger in tegenstelling tot haar zusje. En dat contrast in persoonlijkheid, dat matcht heel goed met elkaar. Het zorgt voor voldoende conflict en spanning in de film. En de actrices brengen dat ook op een begrijpelijke en realistische manier. Ze voelen gewoon als twee complete en realistische karakters die ieder zo hun eigen kijk op het leven hebben en wat ze ervan willen. Dus hoge prijzing voor deze twee actrices en ik hoop ze echt in toekomstige films meer aan het werk te zien. Hun vader, Esat Mardini, die wordt gespeeld door Ali Sulaiman. Die ken ik verder alleen van zijn rol in Lone Survivor als een dorpshoofd uit
Afghanistan, die Marcus Luttrell hielp als laatste overlevende van Operation Red Wing. Ik vond hem echt een heel leuk en charismatisch karakter dat gewoon met veel overtuiging en passie werd gespeeld. Hier is hij ook heel goed in vorm als de vader van deze twee meisjes. Hij speelt het met heel veel intensiteit en focus. Ik denk oprecht dat hij een van de beste acteurs in dit hele ensemble is. Want voor een vader uit Syrië dat een redelijk streng regime had en een sterke wortel van hoe het islamitische geloof invloed had op de samenleving, was hij een behoorlijk vooruitstrevende en progressieve vader voor zijn dochters. Hij gaf hen veel vrijheid en onafhankelijkheid. De meisjes waren niet verplicht om een hijab te dragen. Hij geloofde echt daadwerkelijk in hun toekomst en carrière als professionele zwemsters en liet ze gewoon veel beslissingen maken hoe ze hun vrije tijd besteden. Ondanks zijn strikte en gedisciplineerde aanpak van hoe hij ze trainde als zwemsters, was hij daarbuiten gewoon echt een goede en vooruitstrevende vader die zijn dochters echt op waarde kon schatten. Ali Sulaiman speelt dat gewoon echt heel, heel erg goed en overtuigend. Ik heb er niet veel meer aan toe te voegen dat ik echt heel erg van hem onder de indruk was vanaf de eerste scène. De neef van de meisjes Mardini, die wordt gespeeld door Ahmed Malek als Nizar. Zijn rol in deze film is redelijk bescheiden qua karakterontwikkeling, maar daarom niet minder belangrijk. Hij is als neef de bescherming van de meisjes toevertrouwd door hun vader. Want het is natuurlijk vreselijk gevaarlijk om meerdere landen te doorkruisen als vluchtelingen. Niet alleen vanwege grenscontroles, maar ook van mensen die misbruik willen maken van het vertrouwen van de vluchtelingen en alleen maar hun geld willen afpakken of hen willen mishandelen of erger. En Ahmed Malek die neemt die rol als oppas slash beschermer dus heel serieus. En tegelijkertijd is hij een redelijke leeftijdsgenoot van de meisjes en brengt hen gewoon plezier en verlichting op de lange reis waar hij zelf net zo naar snakt. Ik vreesde dat een karakter als hij gewoon een overbeschermend stereotype zou worden, maar hij voelt gewoon echt als een realistische en beschermende neef aan, als een familielid waar je je heel makkelijk aan kan hechten. Zijn chemie met de zusjes Isa was echt dik in orde en hun band was geloofwaardig. Het enige waar ik een negatieve opmerking over heb is hoe zijn karakter wordt afgerond. Het is tegelijkertijd een beetje een deel van zijn personage dat de zusjes de ambitie en het pad voor zich hebben om professionele zwemmers te worden. En hij heeft eigenlijk vrij weinig toekomstvisie op ambitie over wat zijn leven in Duitsland gaat worden. Hij is er vooral om die meisjes er veilig heen te brengen. Maar wat er daarna gebeurt, weet hij niet zo goed. Dus hij hangt er een beetje verloren bij. En dat straalt ook enigszins uit in hoe het met zijn karakter wordt afgerond. En aan de ene kant begrijp ik dus waarom het zo met zijn personage afloopt. En aan de andere kant vind ik het nogal frustrerend, omdat hij gewoon zo'n integraal emotioneel deel was van die groep van karakters die we zo lang hebben gevolgd door heel Europa. Maar dat is het enige. Ik denk verder dat de cast echt heel goed in orde is. Ze voelen realistisch, ze voelen menselijk. De band tussen elkaar voelt geloofwaardig. Ook de andere vluchtelingen waar de meisjes af en toe mee reizen in gezelschap, die waren echt heel goed in vorm. En dat is niet bepaald bijzonder gegeven dat ze echte ex-vluchtelingen hebben gecast om een rol te spelen in deze film. Ze konden dus veel realistischer in beeld brengen van hoe deze mensen zich gedroegen en wat ze allemaal hebben meegemaakt onderweg. En dat heeft zich zeker uitbetaald in de capaciteiten van de cast die we te zien krijgen in deze film. Dus echt goed werk wat dat betreft. De regie door Sally El Hosseini, die is dus prima
in orde. Ik ken haar werk verder niet als regisseuse. Het belangrijkste waar ze in geslaagd is dus dat die reis van de vluchtelingen nooit nep of Hollywoodachtig of theatraal of dramatisch voelt. Het voelt gewoon alsof je de hele tijd een echte groep mensen volgt die met echte realistische problemen te maken krijgen over die lange, lange weg te land en ter zee. Elke situatie waar ze in belanden, ten goede of ten kwade, voelt alsof het echt had kunnen gebeuren. En in zekere zin is dat ook zo, want deze film is gebaseerd op het verhaal van die zusjes. Er zijn natuurlijk wat dramatische wendingen genomen om de film soepeler te maken. Maar zelfs dan had het gewoon nog heel makkelijk kunstmatig en melodramatisch aan kunnen voelen. En dat deed het niet. Ik vind dat Sally El Hosseini echt heel goed van haar taak heeft gekweekt om zowel de intieme als de wat grotere momenten wat deze vluchtelingenstroom overkomt, dat ze dat echt heel goed heeft neergezet. Het script is geschreven door haar en Jack Thorne, die we kenden van het schrijven van het script van Enola Holmes 1 en 2 en The Aeronauts, Help and His Dark Materials. Vrij uitgebreide achtergrond, maar het is geen bepaald nieuw terrein voor hem om historische en biografische verhalen te vertellen. Ik vond dat hij hier een prima en realistisch klinkend script heeft neergezet. Zowel wat dialoog betreft als de belangrijke plotpunten voor de vluchtelingen. Waar ze mee te maken krijgen en hoe ze daarmee omgaan. Dat was gewoon geloofwaardig en entertainend om naar te kijken. Waar ik wel bezwaar tegen had, was dat het openingssegment van de film, waarin we aan de meisjes en hun gezinssituatie in Syrië worden voorgesteld, dat nog steeds wel een beetje Hollywoodachtig aanvoelde. En ook ging de film wat te lang door. Er hadden echt wel zo'n 10 minuten afgeschaafd kunnen worden. En niet elk karakter, zoals met die neef, eindigt echt op een heel bevredigende manier. Maar de uiteindelijke emotionele catharsis, die had wel degelijk impact op me. En ik was gewoon heel blij voor de meisjes toen ze uiteindelijk zonder veel te spoileren, op de plaats kwamen waar ze wilden zijn. Het camerawerk, dat is gedaan door Christopher Ross. Als ik naar zijn credits kijk op IMDb, dan is hij bekend van het camerawerk van de musical Cats. Wat nou niet bepaald een voorbeeld is wat je naar voren wilt halen op je cv als cameraman. Gegeven dat Cats een van de meest afstotelijke en slechte film schijnt te zijn geweest in de afgelopen jaren. Ik kwam daar pas naderhand achter. Wat me vooral opviel in deze film is dat het een heleboel verschillende technieken door elkaar gebruikt, maar toch aanvoelt als een coherent en artistiek zeer fraai geheel. Er is veel gebruik van verschillende flitsende mooie kleuren, warm en koud. Er is goed gebruik van wijde steadicam overzichtshots en intiemere kleinere handheld shots wanneer nodig om de situatie waarin de vluchtelingen zitten echt goed neer te zetten. De cameraman heeft gewoon heel goed van zijn taak gekweten om echt de toon en sfeer en het overzicht goed te behouden en tegelijkertijd gewoon een heel fraaie artistieke draai aan het geheel te geven. Misschien wel het beste shot in de film vond ik een shot dat klein en close-up begint en zich dan langzaam verder en verder en verder uitstrekt. Veel langer dan ik had verwacht. En dat shot illustreert hoeveel vluchtelingen er al heel lange tijd op Lesbos zijn gestrand om een nieuw leven te zoeken. Hoe dat precies in beeld wordt gebracht wil ik niet verklappen, liever. Maar ik zag dat shot opbouwen en uitzoomen en tegen het einde zat ik met mijn mond wijd open en dacht ik van, dit is misschien wel het beste slow reveal shot dat ik in een film heb gezien. Het was echt fantastisch werk.
De montage door Ian Kitching die is redelijk in orde. Afgezien van het feit dat de film dus een beetje te lang duurt, is er prima afwisseling tussen de verschillende gebeurtenissen op de reis van de meisjes. Er is gewoon soepel tempo van het begin van de reis tot de reis zelf en de afsluiting. Het is niet heel uniek qua welke montage technieken er worden gebruikt in deze film, maar het houdt gewoon voldoende over de hele runtime wel je aandacht vast. Ook de muziek door Stephen Price, die is gewoon van redelijk goede kwaliteit. Ik heb daar niet echt wat speciaals over te zeggen. Het zet de toon op de juiste manier wanneer het dat moet doen op de zowel emotionelere als spannendere momenten, maar er is niets waarvan je echt gaat denken, wauw, wie heeft deze muziek gemaakt? Er zit gewoon geen echt goede creatieve draai aan. Niet dat dat nou echt essentieel is, want de film en de belangrijke momenten van spanning daarin, die werken op zichzelf al voldoende emotie bij je op. Maar ik heb het gevoel dat het nog veel meer had kunnen zijn als de score echt wat meer pep had. En dat had het hier helaas niet. Als laatste dan nog de aankleding van de film. De kostuums van de vluchtelingen en de sets waar ze in terechtkomen op verschillende fasen van hun reis. Zowel opvangcentra als locaties midden in de natuur of bij grensposten waar ze zich moeten schuilhouden. Dat zag er allemaal heel overtuigend en realistisch uit. Normaal bij super realistische biografische films let ik niet echt op het set design, want je hoeft daar in mijn ogen nou niet bepaald heel veel moeite in te stoppen om het er goed uit te laten zien. Dat kan wat generaliserend klinken van me, maar ik prefereer altijd films die echt heel erg uitbundige fictieve sets en locaties hebben, want daarin zie je pas echt hoeveel moeite er is gedaan om alles er echt te laten uitzien, omdat ze een niet bestaande wereld tot leven proberen te brengen. Hier proberen ze gewoon de echte wereld in een bepaalde tijd en locatie naar je over te brengen. En gegeven dat dat de wereld was in 2015, lijkt er bij de eerste blik niet veel speciaals in te zitten. Nochtans heb ik respect voor hoe ze die locaties waar de vluchtelingen allemaal doorheen reizen er alsnog gewoon down to earth en tastbaar eruit hebben laten zien. Dat is alles wat gewoon nodig was hier. Alles bij elkaar is dit een prima biografie over twee jonge vrouwen die echt heel veel geriskeerd en opgeofferd hebben voor een beter leven. En gegeven de plek waar ze nu zijn, zijn ze echt heel goed geslaagd hun ambities en dromen waar te maken. Als je kunt, na deze video zoek graag wat informatie op over Sarah Mardini en kijk of je haar wat steun kunt verlenen. Deel nieuws over haar situatie, donaties dergelijks. Want nu ik haar verhaal heb gezien, is zij wel een van de laatste die het verdient om zo te worden behandeld voor het helpen van lotgenoten zoals zij. Laat graag weten in de comments wat jullie weten van de Swimmers. En dan zie ik jullie een volgende keer bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber met een nieuwe recensie. Goodbye, stay safe, and live long and prosper.